Ik ben Harold van der Graaf, teammember PB Products. Ik heb vaak de vraag gekregen van Harold, hoe maak je nou een buntje rig? Ik kan het je laten demonstreren. Ten eerste, ik gebruik bungee elastiek van PB. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen merken waar hij mee vist, maar ik gebruik dan dit. Dan hebben we de X-Stiff Aligner Curved. De Armor Braid, 25 lb, soepele onderlijn. Waar ik altijd mee vis is een super strong hoek, maatje 6 of maatje 4. Maakt in principe niet heel veel uit. Ligt net aan welk van water je bevist. Splice naald om de elastiek op te rijgen. En de bungee oval rig. En dat laat ik je zo zien waar dat handig voor is. Ik begin heel simpel met een lusje. Waar ik mijn haar op fixeer. Ik pak meestal een centimeter of 25 onderlijn. In dit geval pakken we een super strong hoek, maat 4. Dan knopen we gewoon een hair. Slaan er een keer of 7 overheen. Dan pakken we de liner. Waarvoor ik die gebruik is altijd, ik pak altijd meestal een langere omdat hij dan meer houvast zet en hij draait in mijn optiek beter in. Vooral met bodemmaas. Dan pakken we de bungee oval ring. Het voordeel van deze is dat, we hebben twee voordelen. Je hoeft A, niet meer te knopen en B, je kan hem afstellen zoals je hem zelf wilt hebben. Het is heel simpel. Je doet hem er doorheen. Je haalt hem weer terug. Het zult wel een beetje priegelen dit, maar daar komt hij. Voordeel is, ik hou altijd het onderkantje hou ik altijd op 4 centimeter. Max 5. Kijk, het voordeel is dat je nou gewoon kan schuiven op de plek waar je hem wilt hebben. De bungee elastiek pak ik altijd 9 centimeter. Dat geeft goed elastiek en hij moet ook lekker stug zijn. Als je te lang gaat, dan wordt de onderlijn vaak te lang. En dat vind ik in principe niet zo heel prettig. Je schuift de bungee elastiek over de splice naald. Deze zijn echt heel makkelijk eroverheen te krijgen. Je schuift hem over de onderlijn heen. Voilà. Kijk. Dan schuif je de elastiek over de oval heen. Zo. Wat heel belangrijk is, wat ik jullie wil laten zien, is als je dus elastiek op, hier heb ik hem op 9 centimeter, dat ik altijd het dubbele pak. Dus dan pak je nog 9 centimeter erbij aan gewone onderlijn. En dan maak ik hier een 8 knoopje. Kijk. Dan knip je hem af en dan is hij al eigenlijk helemaal klaar. Dan kan je hem zo eventueel zo aan een kweeklink hangen of whatever. Dan schuif je, dan hang je hem zo vast. Klaar voor gebruik. Kijk, het voordeel is dat je altijd op de onderlijn spanning hebt. Dus die vis die kan nooit de onderlijn lossen. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. Misschien dat je er zelf hier mooie vissen mee kan vangen. Bedankt voor het kijken en iedereen een hele goede vangst voor 2021.